Bedrijven wat meer onderzoek zouden doen onder hun werknemers naar de wensen die er eigenlijk leven. Wat algemenere onderzoeken wijzen vaak uit dat mannen graag wat minder zouden werken, terwijl vrouwen meer zouden willen werken. Misschien dat het in een wat groter bedrijf uiteindelijk middelt op precies dezelfde hoeveelheid uren. Maar dat mensen veel blijer zijn met hun werktijden. Ja, dus dat zou een idee kunnen zijn. En ja, innoveer en probeer. En er zijn middelen om sociale innovatie aan te jagen. Om dit soort dingen uit te proberen, denk ik dan. Net was het geluid niet helemaal goed, dus ik herhaal toch nog even wat we net al een beetje deden. Ik herhaal de stelling even waar jullie mee aan het werk zijn. Sociale innovatie, werkgevers kunnen de vergrijzing verzilveren. Is er een beetje een rode draad te ontdekken in de reacties die je krijgt? Nou, deze sessie is echt wat anders dan de vorige. In het vorige hadden we het vooral over oudere werknemers en hoe die aan het werk te houden en te krijgen en werkgevers zover te krijgen. Nu hebben we het vooral over combineren van arbeid en zorg en mogelijkheden om meer flexibiliteit in te bouwen.